Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F21 21 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schaven en vandaag gaan we verder in Mexico. Aflevering nummer 82 alweer, ronde nummer 14 van het kampioenschap. In de vorige race haalden wij weer een overwinning in de Verenigde Staten. We staan nu gelijk met Sebastian Vettel. Met het aantal overwinningen kunnen hem deze wedstrijd gaan passeren. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21-21 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Mexico belooft weer een leuk circuit te gaan worden. Max viel helaas in de vorige race uit met een mechanisch probleem in ronde nummer 10. Jammer maar helaas. We hebben een aantal dilemma's die wij moeten zien te voldoen. Een aantal nieuwe upgrades meegenomen in deze wedstrijd. Maar we staan nog steeds op de derde plek als ik dat goed zeg. En hebben gewoon vanaf Bahrein tot en met de grote prijs van de Verenigde Staten gewoon gewonnen. Jammer dat Max uitviel. Hopen op revanche hier in Mexico. Dus we gaan lekker beginnen voor de kwalificatie hier in Q1. We zijn dus aanbeland bij Q1. We starten wel 10 plekken lager dan normaal vanwege een nieuw onderdeel van de motor. Dus het wordt een inhaalrace. In de wedstrijd kan er ook regen vallen. Volgens mij in het begin van de wedstrijd is er regen verwacht. Dus ja, dat wordt nog wat. Eerste bocht nemen wij gewoon goed. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok. Komen aan bij de laatste bocht hier in Mexico voor Q1. En dat is de snelste tijd met een 1.12.5. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q2 met nog ongeveer 3 minuten op de klok. Nog steeds bewolkt hier in Mexico, geen regen verwacht. Maar we moeten op onze hoede zijn natuurlijk, want je weet maar nooit. De topsnelheid is 349 km per uur. In de Ferrari tikten wij ongeveer de 350 aan, 351/52 km per uur. Dus de Honda mist gewoon topsnelheid. Kom aan bij het einde van deze Q2 ronde. En dat is ook weer de snelste tijd met een 1.12.4. Dan zijn we aanbeland bij Q3 met nog ongeveer 2 minuten op de klok. Iedereen gaat nu naar buiten voor zijn outlap. Wij gaan nu een ronde laten noteren. En we komen zo meteen deze jongens tegen op het asfalt. Daar heb je al Gasly. En dat is ook volgens mij Charles Leclerc. Jazeker. En die rijdt, sorry, het is Norris. En die rijdt ons een beetje in de weg. En daardoor is deze run verpest. En moet ik hem laten gaan. Jammer. Echt jammer. Is het hier even hartstikke druk met verkeer. Want Tsunoda zit daar ook even. Norris wil ons voorbij laten. Alleen dat doen wij niet. Dan komen we aan bij onze laatste run hier in Mexico. Onze laatste kans voor de pole position. Maar terwijl we een klein foutje hebben op de exit van die curbstone, verliezen wij de auto daar bijna. En dat is geen goed begin aan deze run. We hebben wel slipstream van Sainz. En we kijken bij de Spanjaard. Moeten er gewoon voorbij. Hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda. Die duwen wij hier brutaal aan de kant. En dat is paars in sector 1 en 2. Van P10 naar de pole position. Ik denk dat dat P1 is op de startgrid. Jazeker, zijn 4 tiende sneller dan Verstappen, maar we starten in ieder geval niet van die positie vanwege de gridstraf. Dus dat wordt nog wat voor de grote prijs van Mexico. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen voor My Team Career Mode aflevering 82, daar gaan we dan.
Here we go then. It's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what are the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? 17 corners then at the Autodromo Hermanos Rodriguez, 10 to the right and 7 to the left, and all of them will have to be tackled in difficult, wet conditions here today. No DRS assistance either, at least not for the start of the race, but the best overtaking opportunities will still be down into Turn 1 or shortly afterwards into Turn 4. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Daniel Ricciardo has a clear view ahead from pole position, and Yuki Tsunoda completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Sainz, George Russell, and Joe, Bottas, the Professor, Leclerc, and Max Verstappen, Hamilton, Gasly, Lance Stroll, and Giovinazzi. Norris, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Lundgaard, Callum Ilott, and Marcus Armstrong. Mazepin, Mick Schumacher, Ocon, and Nicholas Latifi. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. De strategie is allemaal op de intermediate, maar aan het einde van de race kan het droog worden, dus daar moeten wij voor opletten natuurlijk. Neem maar wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. We gaan gewoon beginnen voor carrière aflevering 82 hier in Mexico. We starten op een P8 op de grid. De lampen zijn uit en we zijn onderweg gelijk wat wielspin te pakken. En het is even worstelen met de auto. Verstappen is ons al gepasseerd. Gasly wil ons ook passeren. Charles Leclerc is ons gepasseerd. Ook Lewis Hamilton is ons gepasseerd. Heel veel jongens rijden op die softbanden en maken een dive bomb naar de rest van de jongens hier voor mij. Pakken Max mooi voor P9. Hier ook even tweede tussen de Ferrari coureurs. En daarvan profiteerden wij en het is P7. Verstappen profiteert gelijk mee en hij rijdt op P8. Zhou en Bottas zijn hier dan ook gezien? Jazeker. En het is P5. De volgende heet dan Perez. De jongens voor mij rijden op soft en intermediate. Een beetje het verschil wat de snelste band is tot nu toe. En we hebben hier een betere tractie dan Perez. Aan die binnenkant gezet. Jazeker. En dat is P4. De volgende heet dan George Russell. En je merkt hier al gelijk. Wij zijn sneller dan de jongens op de softbanden. Dus dat is goed om te zien. Slipstream pakken van Russell. En hem hier aan de binnenkant zetten. Laat geprobeerd. Laat ingeremd. En dat is P3. De volgende heet dan Yuki Tsunoda voor P2. Hopen dat die zo snel mogelijk aan de kant gaat voor ons. Hij rijdt op die softbanden. Ricciardo aan de leiding in de wedstrijd. En hij noteert de snelste raceronde met een 1.30.0. Wij dus naar P2. En Verstappen naar binnen. Max Verstappen naar binnen voor de softbanden. En we zitten einde ronde nummer 2. Als wij daar Yuki Tsunoda hebben. Voor de leiding. Kijken hier naar de buitenkant. Laat hem hier staan. En dat is de leiding heroverd. Goed gedaan. Nu proberen weg te rijden van Tsunoda. Om te zorgen dat wij de wedstrijd kunnen gaan winnen. En wij verbeteren dat snelste raceronde met een 1.25.3. DRS ook beschikbaar gesteld door Race Director. Dat betekent dat het genoeg is, droog genoeg is om door te kunnen gaan naar de softbanden.
receive you at the end of this lap. En we duiken ook naar binnen voor de droogweerbanden. Jazeker. We gaan proberen om deze outlap te overleven. 2,5 is de pitstop, kon wat sneller. Maar we vallen wel heel ver terug. Deze stops nog te gaan in de strategie. Beetje wielspin. Vanwege het natte asfalt en Lando Norris zet de snelste raceronde neer. Hij rijdt op die soft banden natuurlijk. Wij moeten hier al gelijk naar Nikita Mazepin toezien te rijden. Ricciardo op P17. Klein beetje overstuur bij die bocht. Heeft ons wat tijd gekost. Jammer, maar helaas. En hier kunnen we helaas nog niks. Rijden er wel naartoe. Beide lijn pakken, hier dan proberen naar binnen te kruisen. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. En dat is P18. Ricciardo ook gepasseerd. En daar hebben wij Mick Schumacher voor P15. Pakken we mooi buitenom. Jazeker. Goed gedaan. De volgende heet dan Esteban Ocon. En DRS is ook ingeschakeld volgens mij door Race Director. We zijn sneller dan de auto voor ons, zegt Jeff. Overtakenknop ingeschakeld, DRS ingeschakeld, slipstream gepakt. Hier aan de binnenkant zetten van Ocon. Jazeker, hij weet het en het is P14. De volgende heet dan Callum Islet. Die we ook zo snel mogelijk moeten zien te passeren. Hij rijdt op die droogweerbanden. Er zit een paars in sector 1 neer en daar kijken we bij Islet aan die binnenkant. De volgende heet dan Marcus Armstrong. Zitten er heel dicht op. En kijken hier naar de buitenkant. Dat lukt. Maar Armstrong gespind. Het is daar geel. En daar zitten we dan te kijken bij Lance Stroll. Hij verdedigt die buitenkant. Wij kijken hier naar de binnenkant en dat is P11. Terwijl Armstrong dus is uitgevallen en de safety car op het asfalt is. Herhaling wat er is gebeurd met de Amerikaanse coureur. Wij kijken naar de buitenkant en ja, wij toucheren Armstrong. Hij spint. En wil terugkomen op het asfalt. En wat doet hij? Hij staat gewoon stil. En Lando Norris kon hem niet meer ontwijken. Dan was het ook ja, op niet zo'n hoge snelheid. Maar goed, dit is wel balen voor de Britten. En Max ook gelijk opgelet. We zitten in ronde nummer 10. Als we daar aanvallen doen op Sainz en Hamilton. Dat is P6. Jazeker, de volgende heet dan Charles Leclerc. Kijken we aan de buitenkant. We kunnen meer snelheid meenemen en dat is P5. De volgende heet dan Guanyu Zhou voor P4. Kunnen wij hem ook voorbij? Geen DRS meer beschikbaar. We zitten net te ver weg. We moeten het hier dan gaan proberen aan de buitenkant als dat lukt. Meer snelheid meenemen. Jazeker, en dat is P4. En zet de paars in sector 1 en 2 neer. En Bottas, Perez en Tsunoda duiken naar binnen voor hun eerste pitstop volgens mij van de dag. Weet ik niet zeker. En wij noteren dat snelste raceronde met een 1.17.1. Guan Yu Zhou kan misschien aanvallen, maar zit net te ver weg denk ik. Jazeker, correct. Zhou net te ver weg. En het is geel in sector 1. Er rijdt daar iemand langzaam. En dat is volgens mij Lance Stroll. Sorry, Antonio Giovinazzi. Of is dat een McLaren? Van Ricciardo. Nee, het is Giovinazzi. Antonio Giovinazzi uitgevallen. Hier dus een herhaling van wat er is gebeurd. Ik denk gewoon een motorisch probleem. Jazeker.
Bij de eerste bocht is het al gedaan en Giovinazzi uitgevallen in de wedstrijd. Jammer maar helaas. En we zitten in ronde nummer 24 alweer. Waarom er is niet zoveel gebeurd in deze wedstrijd? Ik merk wel dat de banden eraan gaan. Dus we gaan naar binnen voor onze tweede pitstop van de dag. En krijgen de auto goed afgeremd. Hebben voldoende seconden voorsprong naar Pierre Gasly. Dus dit zou gewoon een makkelijke pitstop moeten gaan worden. Om weer terug aan de leiding te komen in de grote prijs. 2 seconden, goed gedaan hoor. En komen op een verse set soft banden weer het asfalt op. En Jeff zegt, je moet nog 1 keer naar binnen. Alleen dat doen we dus niet. Want met nog 11 rondes te gaan is het eigenlijk best wel zinloos. We zitten in ronde nummer 27. Als wij de snelste race konden noteren met een 1.14.7. Zijn 1,1 seconde sneller. Gasly op P2. Lundgaard knap op het podium. Dat moet hij vol zien te houden. Latifi in de punten. Stroll op P4. Dat doen ze heel erg goed. En Gasly duikt naar binnen. Voor zijn laatste pitstop van de dag. En wij zetten groen in sector 1 neer. Zijn 52.000ste sneller. Ronde nummer 29. En ook Stroll, Latifi en Ocon zijn naar binnen gedoken. Perez op P2 op die medium band heeft 23 seconden achterstand. Daar hebben wij Callum Ilott rijden in de Williams. Niet Latifi, want die rijdt voor Alfa Romeo. En Ilott passeert. Gepasseerd. Goed gedaan. Ilott heeft ons dus gepasseerd. We zitten in ronde nummer 30. Een ronde later als we daar Mick Schumacher hebben die op een ronde wordt gezet door ons. Norris op P4, Hamilton op P5. Wanneer gaat Schumacher aan de kant? Dat is de vraag. En we pakken slipstream en noteren de snelste raceronde met een 1.14.6. En Schumacher laat ons hier mooi voorbij. Jazeker. Dan zitten we in ronde nummer 34 als het geel is in sector 1. Er rijdt iemand langzaam en het is volgens mij een Alfa Tauri van Gasly. Gasly valt ver terug. En gaat hier uitvallen, vrees ik. Zonde van Gasly, reed op P2. Met nog 2 rondes te gaan. En dat is nu dus P0. Maar dit soort dingen horen natuurlijk bij de sport. Het is wat het is. Max Verstappen, die stelt ook teleur in de wedstrijd. Gaat niet naar de punten komen. En daardoor, want Lewis rijdt op P4, wordt het nog aardig spannend wie de tweede plek pakt in dat wereldkampioenschap. Geheel vanwege Gasly die hem daar aan de linkerkant heeft stilgezet. Jammer, maar helaas. Herhaling wat er is gebeurd met de Alfa Tauri coureur. Hier is het dan gedaan. Ik denk dat dat gewoon een probleem is met de motor of een gearbox. Of de power unit. We kunnen het helaas niet weten. Wat we wel weten is 0 punten voor de Franse coureur. Wat wij ook weten is dat wij hier weer een wedstrijd gaan winnen in My Team Career Mode. Komen wij het stadiongedeelte aan. Zometeen ook de geblokte vlag is voor ons. Wij winnen hier de wedstrijd in Mexico. Goed gedaan en gaan ons voorbereiden voor de ene laatste wedstrijd in Brazilië. Fantastic, you've won the Grand Prix. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, the safety car completely changed the race, didn't it?
It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. 35e grote prijs van Mexico pakken ook dat snelste race van de punt. Perez naar het podium voor zijn thuispubliek. Norris op het podium van P15 naar P3 krijgt de driver op de D. Verstappen helaas naar P14. Jammer, pakt geen punten voor ons. Dat moet echt anders. Met nog 2 ronden te gaan, want Hamilton klimt dichter bij Max voor P2 in dat wereldkampioenschap. 2 uitvallers, Giovinazzi en Marcus Armstrong. Ja, 4 punten verschil naar Hamilton en Max. Dus dat wordt nog close. Red Bull pakt... Sorry, Ferrari en Red Bull pakken een team. Ik weet niet wie dat is. Maar goed, de rivaliteit breekt down met mezelf en Sergio Perez. Die hebben wij dus gewonnen. Goed gedaan, 31 tegenover 20. Het teamacclaim is gewoon goed, 94% dus. 48% voor mij, 46% voor Max. Dus dat is goed om te zien. We moeten dit gewoon zien vol te houden met nog 2 wedstrijden te gaan. Pakken alles van de sponsoren, $3,16 miljoen. Behaald. Helaas hebben Max en ik wat schade gereden. 30.000 misgelopen. In totaal. Op de bank $259,47 miljoen. Goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele aflevering van mij mist. Reageer dus wat er verder kan worden op deze video. Volg me ook even op social media. @GiranSchavel op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Brazilië. Tot ziens.